De toerismesector is een belangrijke pilaar voor de economie van een land. De Curaçao Toeristenbord heeft in dat kader een persworkshop georganiseerd. Het verslag is van Aranza Swedo. Om al het moois aan Suriname te tonen dat Curaçao te bieden heeft, maar ook om ons bewust te maken wat wij beter zouden kunnen doen aan eigenlijk de toerisme sector in Suriname, is dus een persevenement georganiseerd in Lollekoekeroe. De bedoeling hiervan is om eigenlijk met persleden te zitten en te kijken naar verschillende elementen van het cultuur van Curaçao. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Carlos Merton maak ik dit verslag voor u. Dit persmoment is georganiseerd met als doel om de verschillende cultuurelementen van Curaçao te tonen, in de hoop Suriname bewust te maken van de zijne. Tijdens de workshop werden verschillende gerechten vanuit het eiland aan de pers gepresenteerd, gevolgd door een kunstsessie. Elaine Francisca, Regional Manager Caribbean, erkende de potentie van de Surinaamse cultuur en het vooral belangrijk is om het doel te richten naar ontwikkeling daarvan. Een van de belangrijkste dingen die Suriname heeft, waar ik heel veel van hou, is het culinair, op culinair gebied. En ook natuur. Ik denk, wij Curaçaoners of andere mensen, komen naar Suriname voor de natuur, de rust. Je wilt naar het binnenland en ook het eten. Dus ik denk dat met die twee factoren jullie wel een hele goede toerisme kunnen opbouwen. We proberen zoveel mogelijk activiteiten in Suriname te doen, maar op de planning tot nu toe is het deze visit, maar daarna doen we ook, ik heb altijd trainings, webinars via Zoom met reisagenten, maar we proberen toch wel een visit in te plannen voor het eind van het jaar, om dan ook weer volgend jaar te promoten. Afansha Damberg, visueel artiest, vindt het creëren van bewustwording belangrijk voor de bevordering van de kunst- en cultuursector in Suriname. De focus werd vandaag daarom voornamelijk gelegd op identificatie van kunstelementen van het eiland en te proberen die na te schilderen. Damberg beschrijft kunst als meer dan gewoon bezig zijn. Het is een manier om jezelf te leren kennen, of je cultuur, je identiteit. Dus in kunst kan je dat allemaal kwijt, of je kan er ook van leren. Over je eigen land of andere culturen. Dus zo, daarom vind ik kunst heel belangrijk, omdat het een verhaal kan vertellen. En nu ziet men het ook echt als een manier om het eiland te promoten, omdat het eiland uniek maakt. Dus de kunst is uniek en daardoor valt het op. En iedereen wordt vrolijker van de vrolijke kleuren. Tegenwoordig alles wordt delen we op social media, dus het is ook een manier om iets viral te laten gaan, kunst, dus het kan de hele wereld over en op die manier. En dat is dan weer het verschil dan een mooie blauwe water wat andere eilanden ook hebben. De workshop werd afgesloten door een informele netwerksessie. De organisatie zal voor het welslagen van gestelde doelen de komende periode nog meer aandacht besteden aan de organisatie van dergelijke projecten.